Maatschappijlid 2, hoofdstuk 7. Knelpunten in de politiek. Knelpunt 1. Wie heeft eigenlijk de macht? Op papier heeft het parlement de macht in Nederland. In de praktijk deelt vaak de ministers. Hoe komt dat nou? Ministers maken wetsvoorstellen. Die worden opgesteld door ambtenaren die dat weer indienen bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer gaat er vervolgens over stemmen en de uitvoering wordt weer gedaan door de ministers. Tot zover nog niks bijzonders. Het knelpunt zit hem bij de ambtenaren. Een minister heeft veel ambtenaren tot zijn beschikking die vaak heel deskundig zijn op een bepaald gebied. Daardoor heeft de minister veel meer kennis dan het Tweede Kamerlid. En kennis is macht. Knelpunt 2. Het regeerakkoord. Het regeerakkoord wordt opgesteld door het kabinet. Geldt voor 4 jaren en wordt gesteund door de coalitie. Er is dus een meerderheid in het parlement. Je kunt je dus afvragen, als het parlement het kabinet toch al steunt, wat valt er voor de rest dan nog te beslissen? Knelpunt 3. Is dit wel wat we willen? Soms neemt het parlement een besluit waar de meerderheid van de Nederlanders tegen is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de missie in Afghanistan in de provincie Kunduz. Sommige problemen zijn gewoon erg moeilijk op te lossen en zijn groter dan Nederland alleen. Denk bijvoorbeeld aan het milieuprobleem, zoals het volgende filmpje kort laat zien. One of the low countries. Absolutely devastating. The area around Beijing. De opwarming van de aarde is nu eenmaal niet alleen een probleem voor Nederland, maar voor de hele wereld. En is niet zo makkelijk op te lossen. Knelpunt 5. Bureaucratie. Soms zijn regels zo ingewikkeld dat ze eigenlijk niet goed uit te voeren zijn. Je moet te veel papieren invullen, het duurt allemaal te lang. En dat kost allemaal geld en is ook behoorlijk irritant. Knelpunt 6 is Europa. Europese richtlijnen moeten worden omgezet in nieuwe Nederlandse wetten en regelgeving. Maar we hebben ook Nederlandse belangen. En er zijn ook al bestaande Nederlandse wetten. Hoe het er allemaal uit komt te zien is erg moeilijk te zeggen. Want wat goed is voor Europa hoeft niet goed te zijn voor Nederland. Er zijn ook verbeterpunten. Verbetering 1 is het referendum. Daar zijn echt wel een aantal voor- en nadelen aan. Voordeel is dat het direct invloed is. Je mag als burger zelf gaan beslissen over een probleem. En doordat de burgers zelf over mogen kiezen, is er ook gewoon een veel groter draagvlak. Er zijn echter ook nog wel wat nadelen. De keuzes zijn vaak te simpel. Een heel moeilijk probleem wordt teruggebracht tot de keuze ja of nee. Wat soms een beetje te simpel is. Onderwerpen zijn soms te ingewikkeld. Mensen weten eigenlijk helemaal niet precies waar het om gaat en je vraagt ze toch een beslissing daarover te nemen. We kiezen een volksvertegenwoordiging, het parlement, maar vervolgens gaan we toch zelf beslissen. Het parlement wordt dus buitenspel gezet. En een referendum duurt veel langer om uiteindelijk tot een beslissing te komen. Verbetering 2. De stemplicht. In 1970 werd de opkomstplicht afgeschaft. Sindsdien is de opkomst sterk gedaald. Misschien moeten we deze wel opnieuw instellen. Dus een stemplicht. Verbetering 3. Regionale kandidaatstelling. Als je kijkt naar de huidige vertegenwoordiging in de Tweede Kamer, dan zie je dat Noord-Holland en Zuid-Holland samen 80 Kamerleden hebben. Dat is de meerderheid in de Tweede Kamer. Terwijl in deze twee provincies samen niet de meerderheid van heel Nederland woont. Regionale kandidaatstelling is een vast aantal Kamerleden per provincie na het aantal inwoners in zo'n provincie, zodat elke regio wordt vertegenwoordigd. Op een eerlijke en gelijke manier. Verbetering 4 is de gekozen burgemeester. De burgemeester heeft grote invloed in de gemeente, maar de mensen hebben daar eigenlijk geen zeggenschap over. Je zou ervoor kiezen om de burgemeester direct door de mensen uit de gemeente te laten kiezen. Verbetering 5. Deregulering. Deregulering betekent dat je meer laat doen door lagere overheden, zoals de gemeente. De gemeente is immers dichter bij de mensen en weet dus beter wat er gedaan moet worden.
Een nadeel is dat je dan in de ene gemeente het veel beter voor elkaar hebt dan in de andere gemeente. Dus leidt minder regels ook inderdaad tot kortere wachttijden bij de loketten. Verbetering 6 ligt bij het parlement. Maak het regeerakkoord minder gedetailleerd en geef ook Kamerleden de beschikking over steun van ambtenaren en deskundigen. Een duidelijke nadeel is, als je kijkt naar de situatie met ambtenaren, als er meer ambtenaren komen, zullen natuurlijk de kosten voor ambtenaren ook behoorlijk stijgen. En daarmee moet er weer meer belasting geheven worden.